Coronacrisis zorgt voor opvallend veel geslaagden. Het is dinsdag 30 juni. Dit is Zeeland Nu. Extreme daling in aantal gezakten. Zeeuwse jongeren drinken meer dan leeftijdsgenoten. En Donovan staat op tegen racisme. Goedenavond. Dit jaar zijn er opvallend weinig leerlingen gezakt in vergelijking met andere jaren. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Zeeland. Door de coronacrisis zijn de eindexamens vervangen door schoolexamens die al voor de crisis zijn afgenomen. En normaal zakt bijna 10% van de leerlingen. Dit jaar is dat maar 0,5%. En dat roept de vraag op: hebben geslaagden dit jaar niet te makkelijk hun diploma gekregen? Het Ostrea Lyceum in Goes. De afgelopen jaren zakten er op deze school gemiddeld 40 leerlingen, dit jaar maar 2. De school schrijft het lage percentage toe aan één groot voordeel: minder stress. Als je een 5,5 staat voor een aantal vakken en je moet dan ineens een eindexamen maken waar je op 3 onderdelen afgerekend gaat worden, dus een 5,5 gemiddeld, een 6 op je eindlijst, dat soort zaken, dan is dat best wel een zware kluif voor sommige kinderen en dan loopt de druk best wel op. Het ontbreken van een centraal examen heeft geholpen voor veel leerlingen. Hiervoor in de plaats kwamen extra toetsen. Voordeel daarvan was dat het cijfer alleen maar beter kon worden. Na eer en geweten krijgen ze dat diploma. En dat is gewoon een verdiend diploma voor allemaal, al die 98% of 100% die er in die school zit. Ook het Landelijk Actiecomité Scholieren, kortweg LAX, wil niet spreken van een coronadiploma. Ook zij schrijven het hoge slagingspercentage toe aan de lage stressfactor. Volgens het LAX hebben geslaagden voldaan aan alle normen voor dit diploma. Het zijn juist de omstandigheden die dit jaar anders waren. Want bijvoorbeeld niet meer in die laatste weken nog even een paar uur les verplicht op school. En ook geen afleiding bijvoorbeeld op feestjes. Het LAX verwacht dan ook niet dat deze lichting geslaagden in de toekomst problemen krijgt door bijvoorbeeld dat ze als minderwaardig worden aangezien. Het LAX hoopt dat juist door deze cijfers kritisch wordt gekeken naar het centraal eindexamen. Gaat de nieuwe Zeeuwse manier van zonne-energie de wereld veroveren? Als het aan 4 Zeeuwen ligt wel. Zij introduceren de Helios Nova, een revolutionair apparaat dat de zonkracht op een andere manier gebruikt dan zonnepanelen. Iedereen kent wel het principe van een vergrootglas, wat je precies in de zon houdt en dan een brandpunt op een papiertje geeft en waardoor er de fik ontstaat, zal ik maar zeggen. Dat idee zijn we mee verder gegaan en daar is eigenlijk onze uitvinding op gebaseerd. We vangen de zon op met een volgsysteem, dus we blijven die zon volgen. We hebben die focus te pakken en middels een lens en een parabool weten we dat brandpunt continu te benutten en om te zetten in energie. De uitvinding werkt alleen overdag uiteraard, maar daar is rekening mee gehouden. Dus op het moment dat de zon schijnt, dan heb je direct resultaat. Maar we vangen dat ook op in een soortement van accu, zodat op het moment dat de zon niet schijnt, je toch kunt profiteren van ons systeem. De 4 Zeeuwen hebben allemaal een reden om mee te doen. Idealisme en puur zaken doen komen voor Kodde in ieder geval hier samen. Ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat ik, want ik ben een manager, ik ben een ondernemer en ik heb een commerciële inslag. Maar met z'n allen hebben we ook wel gezegd, joh, we gaan ook wel het milieu bedienen en we reserveren er ook geld voor om dat soort terug te geven. Wat ooit ver gezocht leek, gaat nu toch serieuze vormen aannemen volgens Kodde en zijn compagnons. Gaandeweg hebben we toch wel geconstateerd dat het niet alleen maar bij een idee blijft, maar dat we denken dat we kunnen, dat we ook echt kunnen. En daarmee zou het wel eens sky high kunnen gaan en daarmee zou Zeeland wel eens op de kaart kunnen komen. En bij mij in de studio, u zag hem al even in het verloop in het filmpje, is aangeschoven Alex Radulescu. Welkom. Dank je. Jullie hebben het zelf over een revolutionair systeem. Wanneer wordt dit realiteit? Eind 2021 en deze herfst hopelijk onze prototype model dat eigenlijk een verzameling is van 8 jaar theorie en test waarbij we zullen aantonen dat we, of onze vinding, 4 tot 5 keer efficiënter is dan de huidige zonne-energie. Ja, je noemt al een verschil op. Zijn er nog meer verschillen tussen jullie systeem en de zonnepanelen? Ons systeem is milieuvriendelijker en maakt in feite geen gebruik van chemische stoffen of chemische processen. Dus het is ook natuurvriendelijk geproduceerd. Ja. Hoe moet ik me dit voorstellen? Staat dit straks op mijn dak? Staat het in mijn tuin? Staat het ergens anders? Hoe gaat het eruit zien? De vorm ervan is nog niet helemaal bekend. Dat komt straks in een latere fase. Bij een industrieel vormgeving komt dat uit voort. Maar wat we wel naar streven is dat het makkelijk te installeren valt, gebruiksvriendelijk, onderhoudsvriendelijk is en voor iedere portemonnee beschikbaar
wordt. Ja, het bestaat nu vooral nog op papier. Straks is dat prototype. Wanneer kan jij tevreden achteroverleunen? Eind 2021, wanneer het eerste model de deur uit is. En hopelijk natuurlijk meerdere. Ja. Ja. Alex, dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Scholieren die door de coronacrisis geen gebruik konden maken van een busabonnement, krijgen hun geld terug. De provincie trekt daar 365.000 euro voor uit. Sommige gezinnen kunnen tot wel 1700 euro terugkrijgen. Het gaat hierbij dan vooral om scholieren die normaal gesproken lange stukken met bus reizen naar school, vanuit bijvoorbeeld de Kop van Schouwen of Tolen. De provincie wilde niet de landelijke discussie over de OV-compensatie afwachten, maar nu handelen omdat er veel vragen binnenkwamen. Zeeuwse jongeren drinken meer dan hun leeftijdsgenoten in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD en het RIVM. 59% van de Zeeuwse jongeren heeft wel eens alcohol gedronken. En dat is 10% hoger dan het landelijk gemiddelde. En ruim een vijfde van de Zeeuwse jongeren is een zogenoemde binge-drinker. Dat zijn jongeren die de afgelopen 4 weken een keer 5 of meer glazen alcohol achter elkaar hebben gedronken. Dat laatste gebeurt vooral in Tolen, Sluis en Noord-Beveland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft samen met de politie invallen gedaan in Goes en Heinkensand. Het gaat om woningen aan de Goese Dieplaan in Goes en de Dorpstraat in Heinkensand. De NVWA wilde niet veel zeggen over de invallen, alleen dat de huiszoekingen plaatsvonden in verband met een lopend strafrechtelijk onderzoek. En we gaan even terug naar de provincie, want die trekt 33.000 euro uit om snelle oplossingen te bedenken voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. Als er niks gebeurt, vrezen betrokken sectoren dat er grote problemen ontstaan als aan alle coronamaatregelen moet worden voldaan. Een zogenoemde aanjager gaat nu namens de provincie met bedrijven rond de tafel om het huisvestingsprobleem voor dit jaar gezamenlijk aan te pakken. Hij was een van de sprekers tijdens de Black Lives Matter demonstratie in Middelburg. De Vlissingse Donovan Olijfveld. Hij heeft zijn hele leven al te maken met racisme. En het is volgens hem nu tijd om daar met elkaar over te praten, in plaats van de opmerkingen weg te lachen. Ja, in mijn jongere jaren ging ik stappen. Bij het stappen stond ik dus voor de tent. En toen was zo'n uitsmijter en die zei, ja, sorry, je komt niet binnen. Want het is vol. Dus op dat moment komen er twee Nederlandse jongens, die liepen zo langs mij en die wilden zeg maar naar binnen gaan. En waarop die uitsmijter dus zei van, hij zei niks, hij zei, loop maar door. En ik was een beetje geschokt, zo van, hè? En die jongens die zeggen opeens tegen die uitsmijter van, nou, wij zagen al van een afstandje waar je mee bezig was en wij willen hier niet eens naar binnen. En dat vond ik eigenlijk best wel mooi of zo, dat ze dat zo deden op die manier. De 30-jarige Donovan Olijfveld groeide op in Vlissingen. Meerdere malen kwam hij in aanraking met racisme en discriminatie. Het doet pijn. Het woord pesten wil ik niet zeggen. Het is niet pesten of zo, maar ik kan het een klein beetje mee vergelijken of zo. Als jij iemand gaat pesten, dat doet toch pijn voor zo'n persoon? Als je hem, ja, dat weet ik zeker. Het is niet dat het iets van vandaag is of zo. Het speelt al hoeveel jaren? Ja, honderden jaren, 300 jaar, zeg, noem maar op. En in die 300 jaar zijn er zoveel mensen die hun visie erop hebben gegeven, die hun mening erover willen geven. Mensen hebben zich geuit dat ze zich gekwetst voelen en alsnog gebeurt het. De geschiedenis aan het schrijven. Ik hoop echt dat iedereen die hier is, dat iedereen op die boodschap mee naar huis gaat nemen. En shit man. Als je iets niet leuk vindt, moet je het ook laten horen, want anders weten de mensen het ook niet. Ja, laat jezelf horen. Het is hartstikke belangrijk. Ik denk dat dat de eerste stap is. Maar discriminatie heeft Olijfveld ook veel geleerd. En dat wil hij meegeven aan de volgende generatie. Hoe dan ook zou mijn zoontje wel moeten leren om te strijden. Dat dingen komen gewoon niet makkelijk naar je toe, snap je? En ik zou het fijn vinden als het makkelijker wordt gemaakt, maar ook niet te makkelijk. Ja, want hij moet toch leren om gewoon te strijden voor hetgene wat hij wil. Want als je echt iets wil bereiken en echt succesvol moet worden, moet je toch hoe dan ook keihard gaan werken. Waar is dan die lijn? Zodra zeg maar het respect en zodat dat weg is, wordt genomen. Een stukje respect en ik denk dat daar die lijn is of zo. Het begon nog wel aardig vandaag, zeker voor de mensen die alleen even wilden uitwaaien aan het strand. Maar vanmiddag kon dat niet meer zonder nat worden en dan baal je dat je een hond hebt. Maar dat natte blijft nog wel even zo, tot zeker morgenmiddag wanneer het opklaart. Maar de kans op een bui blijft bestaan.
En in Trots op Zeeland wordt hij vaak genoemd, maar krijgen we hem nooit te zien. Cameraman Olaf. Maar daar komt vanavond verandering in. Je bent nu even volle sas in beeld. Ja, leuk. Hoe is dat nou? Nou, liever niet. Nee, waarom niet? Nee, ik ben niet voor niks cameraman geworden, toch? Ja? Je moet achter die lens blijven. Maar behalve vanavond dus. Trots op Zeeland dus straks en daarna nog het uitgebreidere weerbericht. Voor nu een fijne avond.